Het coronavirus breidt zich steeds verder uit. Niet alleen de ambulancedienst die hun werk niet goed kunnen doen en heel veel branden in verschillende dorpen en steden. De politie zegt natuurlijk dat ze ook rekening houden dat er aanwijzingen zijn. Zeker 25 mensen zijn overleden en naar schatting zijn opslagplaatsen van supermarkten. Dat mocht niet. Het lijkt soms alsof eeuwige liefde niet meer bestaat of geen relatie hebben. Een groot deel van deze groepen voelt zich vaak eenzaam. Tijdens de lunch was hij gepest opnieuw. Elke dag dat wij opstaan en het nieuws bekijken, zien we dat de wereld van vandaag gebroken is. De feiten en statistieken liegen er niet om. We lijken te zitten in een negatieve spiraal. Onze wereld lijkt uit elkaar te vallen. Door de veelheid van negatief nieuws lijken we verdoofd te zijn voor de pijn in de wereld. Het hoort er bijna bij. Het leven lijkt al een actiefilm. Wat eerst alleen in films gebeurde, is nu onze realiteit. We hebben veel communicatiemiddelen, maar de afstand tot elkaar is groter dan ooit. We zijn constant aan het appen met elkaar, maar we weten niet meer hoe we onze gevoelens moeten delen. We zien de snapshots van elkaars leven, maar zonder social media weten we niet eens wanneer de ander jarig is. Er zijn tientallen manieren om in contact te blijven, maar toch raken we steeds meer van elkaar verwijderd. In onze ik-gerichte cultuur lijken we allemaal voor onszelf te kiezen en we isoleren onszelf steeds meer van de groep. We zijn een samenleving, maar we leven niet samen. Ken jij de namen van je buren? Simpele omgangsvormen zijn niet meer vanzelfsprekend. Social media zorgt voor een verdraaid beeld. Alles lijkt er goed uit te zien, maar achter de gesloten deuren leven er veel mensen in eenzaamheid. Mensen die niet meer voor elkaar opkomen, en tieners die elkaar pesten. We doen ons anders voor dan wie we zijn, alleen maar om ergens bij te kunnen horen. We willen graag gezien worden, ons geliefd en gewaardeerd voelen. Maar depressiviteit is een feit. En het kan zelfs zo erg oplopen dat mensen uit het leven willen stappen omdat ze zich niet geliefd en gewaardeerd voelen. Ook hier in Nederland. Ik ben zo enthousiast, hè, Mathilde, over het thema, het jaarthema van 2020. De 2020 Vision, heb je wel eens gehoord, dat betekent dat het heel scherp staat op je beeld. Ik geloof dat het thema, The World is Waiting, echt geboren is uit Gods hart. Er is zoveel eenzaamheid, er is zoveel nood, zoveel mensen zijn eigenlijk een beetje op zoek naar hoop, naar Gods liefde, naar het plan wat God heeft voor hun leven. De Bijbel zegt dat Hij de eeuwigheid in ons gelegd heeft, iets in ons zoekt naar dat antwoord. Wij als kerken, als CLC-kerken, door heel Nederland en steeds meer in België, mogen mensen helpen om de bron van liefde, de bron van hoop te vinden. Ik ben heel enthousiast wat God al gedaan heeft. We hebben dit jaar 25 jaar CLC. Ja. Ja. En we begonnen fantastisch met iets van 45, 50 mensen. En kijk wat God gedaan heeft in die laatste 25 jaar. De duizenden, ik ben ook heel blij, dat snap je wel natuurlijk. Ik geloof ook dat wij een verwachting mogen hebben. Wat verwacht jij van de Heer? Komt Hij? Hij komt op dorstig land. Laten wij zijn geest vragen. Laten wij Hem zoeken, meer dan ooit. Ja. Want de wereld heeft ons nodig. Wij mogen het licht zijn, wij mogen het zout zijn. Maar dat betekent in je straat, in je familie, op scholen, in universiteiten.
feiten. Daar waar God je gewoon brengt. Ik denk dat wij meer dan ooit nu iets mogen brengen. En ik geloof dat het de tijd ervoor is. Dat wij echt een grote oogst midden mogen halen. En we hebben heel mooi nieuws. Ja, we Want hebben wij heel gaan mooi niet nieuws. Alleen in Nederland. Erel verklapt het net een beetje. Maar we gaan ook naar België. Ook naar België. Ik geloof voor nog veel meer kerken in Nederland en in België voor de komende jaren. Het gaat niet om de aantallen, maar het gaat om mensenlevens die veranderd worden. Ja. Die thuiskomen in Gods huis uitgebreid. En Gods liefde gaan leren kennen. Persoonlijke relatie met Jezus. Dus grote aankondiging, een grote stap vooruit. Luister en kijk even mee. Hi City Life Church. We staan op dit moment op het dak van het MAS, Museum aan de Stroom in Antwerpen. En we kunnen aankondigen dat... Dat er iets bijzonders gaat gebeuren in deze stad, namelijk we willen gaan starten vanuit CLC Den Haag met een connectgroep in Antwerpen. Ja, en we zijn blij om hier in de stad iets te kunnen starten wat een verandering mag brengen. Antwerpen is een prachtige stad, maar Antwerpen is ook een stad waar veel eenzaamheid is, waar armoede is, waar mensen gewoon ook echt Jezus nodig hebben. En waar mensen een mooie kerk zeker kunnen gebruiken om een ander leven te krijgen. En daar willen we de eerste stap naartoe zetten. Dus we zijn enthousiast en we gaan zien wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ik ben passers omdat ik het geweldig vind om te zien hoe mensenlevens veranderen omdat ze Jezus leren kennen. Omdat God een verschil wil maken in mensenlevens en wij willen die liefde van God doorgeven. Omdat we hart voor mensen hebben. We geloven dat mensen ook relatie met Jezus nodig hebben. Because I believe there's a great calling for every one of us. And my encouragement is to live a bigger life. Omdat wij in onze eigen regio ons verantwoordelijk voelen om mensen te laten groeien in een persoonlijke relatie met Jezus. We houden van de lokale kerk. De plek waar mensen thuiskomen, waar ze Jezus ontmoeten. En waar, als je je daaraan toewijdt, waar levens veranderen. We willen graag zien dat ze vrijheid ervaren. We willen hen helpen hun talenten uit te bouwen, te ontwikkelen, opdat God met hen tot hun bestemming kan komen. Omdat we geloven dat wij een stukje invloed mogen hebben in onze stad, in onze kerk, om Jezus steeds relevanter te maken. Dus omdat we zoveel mogelijk mensen willen vertellen over de boodschap van Jezus, zodat ze gered zijn voor de eeuwigheid. Omdat we enorme passie hebben om mensen te connecten met Jezus. En in Efeze 1 vers 11 staat, it is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Omdat we absoluut geloven dat Jezus de kerk nodig heeft om de wereld te bereiken. En de wereld wacht, generaties wachten op Jezus en op het leven met God. Ik ben Rick, ik ben 24 jaar en ik kom eigenlijk vanaf van kind af aan eigenlijk in de kerk. Toen ik vroeger klein was, nam mijn moeder me al mee naar de kerk. En toen dat ik 9 jaar oud was, toen gaf mijn vader ook zijn leven aan Jezus. En vanaf dat moment gingen we eigenlijk als hele gezin, samen met mijn zusje, gingen we iedere week gewoon op zondag naar de church. Ik werd op een gegeven moment 12, 13 jaar en dan ga je je wel afvragen van oké. Waarom leef ik? Hè? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Bestaat God überhaupt? En hoe ga je je leven indelen? En ik weet dat ik echt op dat moment op een gegeven moment aan God vroeg van oké, God, als u bestaat, kom alsjeblieft in mijn leven. En dat heb ik gebeden. En op een gegeven moment gingen we een paar dagen later naar een preesavond. En op die preesavond toen ervaarde ik God zo diep van binnen. En God sprak echt tegen me. En op dat moment dus oké, dit is real. God bestaat echt. En ik gaf op dat moment eigenlijk mijn leven aan Jezus. En ik ben achteraf gezien heel blij dat ik eigenlijk al op zo'n jonge leeftijd, ik was 13. Maar wat me vooral aansprak was gewoon de cultuur die hier gebouwd wordt. Hoe dat mensen tegen elkaar doen, hoe dat mensen met elkaar omgaan. Dat was echt iets waar ik van zei van wauw, daar wil ik deel van zijn. Daar wil ik onderdeel van uitmaken. En eigenlijk zijn toen op die zondag binnengekomen en nooit meer...
nooit meer weggegaan. Ja, weet je, ik heb die keuze gemaakt voor Jezus op 13-jarige leeftijd. En op dat moment wist ik, oké, weet je, ik wil niet langer meer voor Rick van de Bomen leven, voor mijn eigen leven. Maar ik wil echt voor God leven. En ik ben echt ook meer van mensen gaan houden. Vroeger draaide vooral alles om ik en mezelf. En op dit moment draait het gewoon om die ander. Weet je. Ik wil investeren in mensen. En het is super mooi dat je dat gewoon in een CLC kunt doen. In een lokale church gewoon mee kunt bouwen aan het Koninkrijk van God. Om mensen te bereiken. En ook dat mensen een relatie kunnen beginnen met God zoals dat wij hem eigenlijk kennen. Ik ben José van Aert. Ik zit bij CLC Breda. En ik ben bij CLC Breda terechtgekomen in november 2018. En ik kan wel zeggen dat ik een ontzettend bewogen en inspirerend jaar achter de rug heb. Wat ik iedereen zou gunnen. Ik heb een behoorlijke depressie gehad door een heleboel dingen bij elkaar. Waaronder een operatie met een uitval van mijn linkervoet. Forse complicaties lichamelijk, waardoor ik mijn werkzaamheden niet meer kon hervatten. En ben ik in 2016 in een zware depressie geraakt. Daarna heb ik therapieën kunnen en mogen volgen. En ik heb overal aan medicatie, aan therapie, ik heb overal wel iets aan gehad. Alleen in september, oktober 2018 had ik zoiets van, het is het allemaal net niet. Ik kom iets tekort, maar wat kom ik tekort? Ik had een vriendin en die heeft me echt een aantal jaren gevraagd van, goh José, ga jij eens met me mee naar de kerk toe? Toen was CLC in Breda geopend en ik merkte aan haar echt wel dat ze veranderde en dat ze een mooier en liefdevoller mens werd. En toen dacht ik op dat moment van, nou, wat heb ik te verliezen? Ik kan ook wel, en misschien is dat het wat ik zoek. Laat me eens gaan. Dus ik ben die 11e november ben ik naar CLC gegaan in Breda. En het voelde echt als een warm bad om binnen te komen. Liefdevolle mensen, zonder oordeel, niet wijzend van, hè, dat is die of met die rugzak. Nee, we hebben allemaal een rugzak en gewoon. Ook de preek die sprak mij zo aan en tijdens de dienst werd gevraagd van of dat je God wilde leren kennen. En ik zat daar echt zo ingezogen en dat ik zoiets had van yes, hè, dat wil ik heel graag. Ik denk, mogelijk is dit hetgeen wat ik zoek en wat als een waardevolle aanvulling voor me zou kunnen zijn. Het allergrootste verschil is dat ik het niet alleen hoef te doen, maar dat ik het kan delen. Dat ik mijn moeilijkheden met hem kan bespreken. Maar ook mijn vreugde kan ik met hem delen. Ik kan hem daarvoor danken. En ik bid en ik lees elke dag verhalen over God. Dat is wel het grootste verschil. Ik ben Rini. Ik werd benaderd of ik mee wou naar de kerk. En toen was ik meegegaan. En op een zondag toen hadden mijn ouders me gebracht. En het was eigenlijk de enige interactie wat zij verder hadden met de kerk. Dus ze brachten mensen, ze haalden me weer op. En dat was voor 2 jaar of zo dat ik naar de kerk ging daar op Curaçao. En toen ben ik naar Nederland gekomen om te studeren. Hier heb ik het nog wel geprobeerd met 1-2 kerken, maar dat werd niet echt een succes. Maar dat was wel voor mij de basis. Dat toen mijn leven zeg maar, op zijn kop kwam te staan door gezondheidsproblemen, burn-out klachten en zo. Toen wist ik wel van oké, ik moet naar de kerk, ik moet God opzoeken. En dat heb ik gedaan. En dat is toen ik hier in de kerk kwam. En dat was voor mij echt een wereld wat open ging. Ik vond echt mensen waar ik mijn leven mee kon delen, de ups en de downs. En dat was voor mij echt zo'n opluchting. Dat ik dacht van oké, dit is het. En in de tussentijd ook mijn relatie met God wat zich heel erg heeft verdiept. En dat wou ik wel overdragen aan andere mensen.
En dat deed ik eigenlijk wel elke zondag een beetje. Dus ja, ik was gewoon vriendelijk en benaderde mensen, nieuwe mensen. Dus ja, voor mij werd het een normaal ding. Ik moest bij beide diensten aanwezig zijn. Ik zorgde ervoor dat ik daarvoor tussen de twee diensten en na de dienst beschikbaar was om ja, mensen gewoon een beetje te bemoedigen en een vriendelijk woord uit te wisselen met ze. En uiteindelijk, wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus, van God. Zijn kerk, zijn lichaam, zijn handen, zijn voeten. Dus als wij hun laten zien wat het betekent dat wij geliefd en gewaardeerd zijn door God, door Jezus, dat zij dat uiteindelijk ook gaan ervaren. Niet door ons alleen, maar door wat de Vader over hun zegt. Ik ben Tony, ik kom sinds 2013 in de kerk. Ik ben hier gekomen door mijn moeder. Ik ben eigenlijk christelijk opgevoed, maar ik heb tot mijn 23ste geleefd zonder de kerk. Toen ik kwam in deze kerk, toen vond ik het zo'n warm bad. Mijn moeder had al een half jaar gevraagd van ga nou eens mee naar de kerk op zondag. Ik had altijd een excuus, want ik ging naar de voetballen. Tot ik er op zaterdagavond ik zei van nou, ik ga vanavond lekker op stap, want morgen is er geen wedstrijd. Nou, dat mijn moeder weer zei, nou, dan kun je morgen mee. Ik zei, nou, maar ik ga op stap. Nee, gewoon mee. Ik zei, oké, is goed. Nou, dus kwam ik hier in de kerk op zondag. Ik zag de warmte, de mensen. En toen ik de kerk kwam, het was een warm bad. Het was thuiskomen. Het leek net of ik doorging vanaf het feest. Maar zo was het ook. Het was een feest toen ik binnenkwam. De mensen tijdens het zingen, de aanbidding. Ja, dat gaf een zo'n goed gevoel. Ik kreeg echt een warm gevoel van binnen. Het was een soort warme deken die over me heen kwam, kippenvel. Toen dacht ik, ja, hier wil ik mee verder. Toen was er wel een allertje onder het gras. Toen zeiden ze van, ja, wil je de keuze maken? Iedereen zijn ogen dicht. Dus ik heel trots mijn ogen dicht. En ik dacht van, ja, ik wil dit. Dit wil ik in mijn leven. Ik heb mijn hand omhoog gestoken. En ja, dat was zo fantastisch. Ik voelde echt die gloed weer in me van, je bent thuis. En toen wist ik, dit is mijn keus. Hier wil ik thuis komen. Hier wil ik blijven komen. En dit wil ik in mijn leven doen toetreden. Hier wil ik niet alleen op zondag mee bezig zijn, maar ook gewoon door de week meer aandacht aan besteden. Zodat de relatie echt groeit. Want die relatie had ik eerst niet. Een vriend van mij die is dus meegegaan ook. Hij zei, waarom was nog sceptisch? Hij zei, ja, ik weet het niet. Maar ik vind het wel gezellig. Ik vind de sfeer leuk, de gesprekken. En hij zei, ik geloof nog niet. Nou, totdat hij eigenlijk echt gezien heeft dat God gewoon echt bestaat door een ongeluk. Het was tragisch, met zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen. Hij verongelukte in Frankrijk. Het was een zwaar ongeluk, ze gingen over de kop. Maar God had het uitgestippeld van, ik ben aanwezig in jouw leven. Jij kent mij nog niet, maar ik ken jou wel. Ze gingen over de kop, ze hadden nagenoeg niks. Binnen een maand was iedereen hersteld. Achter hem reed een Franse brandweerman, buiten dienst. Dus die kon gelijk alle hulpdiensten inschakelen. Dat is ook geluk geweest, anders hadden ze daar gestaan in Frankrijk. Ja, en toen heeft hij ook gezegd, God bestaat. En dat is voor mij het mooiste. En daar doe je het uiteindelijk voor, dat ze echt God leren kennen. En dat ze weten dat er echt meer is in het leven dan alleen dit. Stel je voor. Stel je voor dat wij als kerk gaan opstaan. Stel je voor dat ieder van ons in beweging gaat komen. Stel je voor als ieder van ons een verandering gaat brengen op de plek waar wij nu zitten. Stel je voor dat wij Gods liefde gaan brengen in een wereld in nood. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. God kijkt niet naar wat je kunt, maar naar je beschikbaarheid. Het maakt niet uit hoe je leven is begonnen. Vandaag kan jij de koers bepalen. God kan en wil jou gebruiken waar je nu bent en wat je nu kan. Ben je bereid om vanaf nu het antwoord te zijn op de plek waar God jou geplaatst heeft? Laten we wakker zijn. Wakker voor die plekken en momenten die op je pad komen. Durf jij groot te bidden? Durf jij die stappen te zetten? Durf jij de gamechanger te zijn in het leven van een ander? Het zijn niet de grote dingen die het grootste verschil maken, maar juist de kleine dingen die het verschil maken. Jij en ik samen.
die een domino-effect kunnen creëren van positiviteit en Gods liefde. Samen maken we een groot verschil. Begin het verschil te maken door een glimlach, een kaartje te sturen, een kopje koffie, een compliment geven of simpelweg naar een ander luisteren. Denk niet dat jouw inzet geen effect heeft. Ga niet het dagelijks leven door zonder te kijken wat er om je heen gebeurt. Zoek alert en bewust naar mogelijkheden om een verschil te maken. Wees niet bang om mensen aan te spreken en te vertellen over Jezus. Want als jij het niet doet, wie dan wel? De wereld is gebroken, snakt naar verandering en heeft jou nodig. The world is broken. The world needs a change. The world needs you.